Nou, we staan erbij, Meta. We kunnen bijna aanraken, zullen we maar niet doen? Nee, doen we niet. Want dan gaat er een alarm af en dan komen er allemaal mannen binnenrennen die jou het stadhuis uit gaan gooien, Chris. Nu even een korte preview, maar vanmiddag is de burgerzaal open. Ja, van 1 tot 5 uur. Dus als je toch naar de markt moet en benieuwd bent en niet tot het voorjaar van 2019 wil wachten, dan kom even kijken. Naar de contracompositie 7. Ja. Contracompositie 7 van Theo van Doesburg. En voor ons, voor de Laakal, het schilderij wat echt een icoon van de stijl is. Nou, wat is er mooier dan in het jaar waarin we met z'n allen herdenken en vieren dat het 100 jaar geleden is dat Theo van Doesburg in Leiden de stijl oprichtte. Dat we dan zo'n icoon aan de collectie van het museum kunnen toevoegen. Dit schilderij heeft hij gemaakt in 1924, hè? Maar niet in Leiden. Nee, hij heeft van 1916 tot 1921 in Leiden gewoond. En daarna, dat schreef hij ook aan iedereen, nou, Leiden is te klein, maar hij vond Nederland ook te klein. Van Doesburg ging internationaal, eerst naar Weimar, naar Duitsland. En later steekte hij in Parijs, waar ook Mondriaan in die tijd al woonde. En de twee mannen trokken intensief op, maakten elkaar echt het leven zuur als het gaat om inhoudelijke discussies over kunst. Braken uiteindelijk ook met elkaar, maar toch zie je in dit schilderij heel duidelijk de invloed van Mondriaan. Maar waar kwam die breuk eigenlijk door? Want ze waren het misschien niet met elkaar eens, maar wat geeft dat als je allebei je eigen stijl hebt? Ja, misschien zou je kunnen zeggen dat Mondriaan protestant was en Van Doesburg katholiek. Van Doesburg wilde altijd verder en andere dingen en meer dynamiek. En Mondriaan was, wat dat betreft, ging altijd voor de zuiverheid en voor de essentie. Dus terwijl Mondriaan schilderijen maakte die altijd een horizontale oriëntatie hadden, ging Van Doesburg voor de diagonaal en hij pakte feiten zo'n schilderij van Mondriaan, blies het wat op en hing het op zijn kant. 1 maart hebben jullie het kunnen kopen in Londen? Ja, op de veiling in Londen. En dat was heel erg spannend. Sowieso al vanaf het moment dat wij wisten dat het op de veiling kwam. En dat we bedachten van dat zouden we misschien wel eens kunnen proberen. En hoeveel tijd had je dan? Ongeveer 10 dagen. In dagen, hè? Niet in werkdagen. En jullie hadden zelf ook al een beetje geld toen, hè? Nou, we hadden zelf een beetje gespaard. We hebben een bescheiden aankoopbudget per jaar. Maar we hebben de afgelopen jaren een klein beetje gespaard. En dat is een totaal van €150.000 wat Museum de Laakal, CQ, de gemeente Leiden, daar zelf in heeft geïnvesteerd. En toen wisten jullie nog niet wat het zou gaan kosten, maar wel waarschijnlijk ongeveer? Nou ja, je gaat met alle scenario's naar zo'n veiling. En natuurlijk speelt voortdurend door je hoofd van nou, het kan ook boven het budget gaan wat wij hebben. Want ja, musea en veilingen eigenlijk zijn musea zoals wij vaak helemaal niet in staat om te bieden op die veilingen. Maar goed, we hadden heel veel steun, met name van de Vereniging Rembrandt en het Nationaal Fonds Kunstbezit. Wij waren natuurlijk helemaal door dolle toen de hamer viel. Dat gebeurde voordat jullie er erg in hadden, vertelde je net, hè? Ja, het gaat altijd snel, zo'n veiling, maar deze ging nog sneller. Dat hangt ook af van de dynamiek en zo'n veiling. Het was het derde lot, het moest allemaal nog een beetje op gang komen. En ik denk dat de veilingmeester gewoon dacht van tik, en weg is hij naar Leiden. Weet je hoeveel biedingen er geweest zijn voordat jullie hem hadden? Weinig. Gewoon een paar? Ja, een paar. Er zijn 3 rondes geweest of zo. En daarna was het gewoon klaar. Dus dat ging supersnel. We hebben ontzettend veel geluk gehad. Ja. Als straks het museum open is, dan komt het in de vaste collectie. Aan het haakje, zoals je net zei. Ja, dan hangen we het aan het haakje in het museum. En daarmee, kijk, als je straks in het museum komt, als het weer open is na de restauratie en uitbreiding, dan begint eigenlijk het hele verhaal bij Lucas van Leiden in de 16e eeuw. En dan als je de hele ronde maakt, dan kom je uiteindelijk bij de modernisering van het leven in de periode 1840-1940. En daarvan is dit de belangrijkste icoon. Dus van de ene icoon via Lucas van Leiden en Rembrandt uiteindelijk naar Theo van Doesburg. Zijn jullie dan compleet qua stijlcollectie of is er altijd wel nog wat te wensen? Er is natuurlijk altijd wat te wensen, maar zo'n topstuk, ja, daar heb je er maar één van. Dus kleine dingetjes, een heitje voor een schilderijtje, kunnen we wel wat acties doen. Ja, heel graag. Heel graag, ja. Tot die tijd is hij wel te zien, hè, in Amsterdam. Ja, hij wordt straks ingepakt en op 24 mei wordt hij in het Rijksmuseum aan het haakje gehangen. En dan kan iedereen het gaan zien in het Rijksmuseum.